Mijn naam is Smita. En mijn naam is Laura. En wij studeren International Business aan Fontys Venlo. Wij gaan nu een kleine Q&A doen over vragen wat jullie hebben ingezonden naar ons. Ja. Zullen we maar gewoon beginnen? Ja, vraag 1. Oké, dus de eerste vraag. Hoe zijn jullie bij de opleiding gekomen? Ik ben bij de opleiding gekomen omdat ik iemand ken die deze opleiding ook doet. En daardoor ben ik op de Fontys site gaan kijken. En ja, toen kwam ik bij die opleiding uit en het sloot eigenlijk bij al mijn wensen aan. En voor mij is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb ook naar de open dag ben ik ook geweest. Mm-hmm. En op de open dag kreeg ik eigenlijk een hele goede eerste indruk. En op, ja, toen is het eigenlijk gewoon allemaal vanzelf gekomen. Heb ik me aangemeld, op middagdag ook gedaan. Ja. Samen met jou ook. Ja. Dus en dat was ook wel echt heel leerzaam. Want toen konden we ook echt een goed beeld krijgen van hoe het daar op school aan toe gaat. En hoe die opleiding een beetje in elkaar zit. Dan hoor je tenminste ook van medestudenten in plaats van leraar. Want dat is natuurlijk ook heel anders. Ja, precies. Kijk, waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Ja, eigenlijk hetzelfde als wat we net zeiden. Ja, het is heel breed ook, international business. Je kan echt heel verschillende kanten uit, dus dat was eigenlijk ook echt zo'n... Je kunt echt overal eigenlijk ermee naartoe. En je hebt ook stages in het buitenland, wat natuurlijk ook echt heel aantrekkelijk is. Ja, dat is ook graag leuk, inderdaad. Dat was inderdaad ook een beetje het... Ja, het is heel breed, dus wij wisten eigenlijk allebei niet echt welke kant we op wilden. Dus wij wilden ook niet gelijk al een keuze maken, dus daarom hebben we eigenlijk voor deze opleiding gekozen. Oké, vraag 3. Hoe is jullie ervaring op het HBO tot nu toe? Van de middelbare school naar Fontys? Ja. Nou, ik heb van tevoren een mbo-opleiding gedaan, Laura ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zwaar. Het is gewoon heel anders. Er wordt heel anders lesgegeven, je krijgt veel meer verantwoordelijkheid. Het is gewoon heel even wennen. We zitten nu in de maand december. En we zijn in september begonnen en beginnen een beetje aan te wennen nu. Dus ja, we hebben in januari pas de eerste tentamens. En, dus we hebben tot nu toe geen tentamens gehad. Dat was eigenlijk alleen maar voorbereiden en alles. Dus en heel veel projectgroepen natuurlijk, waar je continu mee bezig bent. Bijna 9 uur per week. Ja. Dus er komt wel veel meer bij kijken dan bij de vorige opleidingen. Inderdaad, want mbo was eigenlijk... ik vond het zelf van mbo naar hbo best wel een grote stap. Ja. Groter dan verwacht eigenlijk, want ik dacht het is best wel Het is te doen. Als je alles bijhoudt en je stelt genoeg vragen, dan is het ook gewoon te doen. En dan is het ook leuk. Laten tijdens college, lessen, dat helpt echt. Ja. Kijk, leukste vak, ik denk wel PM5. Ja, PM5. Ja, moeten we wel even zeggen, PM5. We hebben allemaal PM, in het begin was het echt PM1, PM2, PM3. Ja. En we dachten echt, oké, wat ja, is het allemaal? Ja, PM5 staat dan eigenlijk voor, wat is het nou? Organization. Nee, dat is... Oh my god, sorry. Ik kom nou even niet op de naam. Nou, in ieder geval, je leert daar hoe je het beste een pitch kan aanpakken. Presenteren. Hoe je het beste de klant kan overhalen. De manier van praten, non-verbaal of verbaal. Het is gewoon heel erg toepasselijk op wat je allemaal moet doen. Want voor PM1, dus de projectgroep, moet je ook heel veel presentaties doen. En maar het gaat er toch voor echt je groepje, om... niet echt voor de hele klas. Dus nee, dat nog niet. Dat is wel... Ja, en je leert gewoon hoe je iemand goed kan meenemen in je verhaal en het interessant maken. Ja, en het minst leuke vak, ik weet wat jij gaat zeggen. Minst leuke? PM2. Ja, PM2. Marketing Analysis. Ja, dat het is voor mij, economie is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Speciaal voor mij niet. Ik vind het heel lastig. Ook al probeer ik het bij te houden en alles. Maar ja, stel gewoon genoeg vragen. En er zijn altijd klasgenoten die je willen helpen. Ja. Ja. En de leraar dat is altijd wel. Uit, ja. We hebben hele fijne leraar, dat wel. Ja. En je hebt ook altijd powerpoints die in de klas worden besproken. Ze staan op internet, dus die kan je altijd teruglezen. En ja, er zijn altijd genoeg mensen die je kunnen helpen. Favoriete chill studeerplekje op de campus? Buiten? Nee. Nee, ja. In de zomer buiten natuurlijk, want dan is echt al fijne plekjes om te zitten. We hebben niet echt de zomer echt meegemaakt, want we begonnen best wel... Ja, we begonnen aan het einde van de zomer. Fijnste plek, denk ik dan... die zithoekjes in het begin als je binnenkomt. Ja, bij de dat zijn binnenkomst, wel, denk ik, echt, ja. De fijnste. Die kan je gewoon een beetje afgeschermd van andere mensen. Ja, je hebt een stoel met van die leuningen zo aan de zijkant. Dat is wat ik bedoelde, want soms willen we daar zitten en dan zitten we... Ja. Wij wonen allebei in de buurt, inderdaad. En wat zijn de voordelen daarvan? Je kan met de fiets naar school, je bent niet afhankelijk van het openbaar vervoer. Je staat nooit in de file.
Je kan ook gewoon, als je klaar bent met school, kan je gewoon gelijk naar huis gaan. In plaats van dat je staat te wachten op de bus of de trein. Ja, want dat is inderdaad wel. Dus soms als je met de bus of met de auto teruggaat, dan is het best wel lang. Druk en vooral aan het einde van de dag. Parkeerplekken zijn er genoeg. Zijn maar dus toch, Het einde van de dag, midden op de dag, zeg maar. Dan moet je wel echt ver achteraan parkeren. Ja. Het is allemaal nog te doen. Hebben we nog tips voor de aankomende studenten? Tips? Niet schrikken. Dat is een grote stap inderdaad, maar je moet er echt op beginnen. Het ligt ook aan waar je vandaan komt. Ik denk als je van de overstap van HAVO naar HBO maakt, dat het misschien iets makkelijker is. Omdat je dan al gewend bent aan de hoeveelheid stof, et cetera. Maar ook als je van het MBO komt. Dit is allemaal te doen. Je moet het gewoon goed bijhouden, veel vragen stellen. En dus wel veel zelfstudie ook. Dus gewoon goed je best doen, dan komt het allemaal goed. Ja, hoe onze gemiddelde week eruit ziet. Wij hebben op zich wel echt een chill rooster. Ja. We beginnen eigenlijk bijna iedere dag wel rond tussen 11 en 1. Dus zeg maar per dag. We hebben één dag vrij. Die kan je benutten om of te gaan werken of je te leren. Kijk, nu in de drukke periode is het verstandig om die vrije dag te gaan leren. Maar in het begin ben ik ook gewoon gaan werken. We hebben dan donderdag vrij. Op de donderdagen ben ik dan gewoon gaan werken. En het is eigenlijk altijd wel, het is niet veel. Je hebt niet van 9 tot 5 lessen. Het is echt wel gewoon 's middags les en dat was het dan ook. Dus ja, ik vind het zelf persoonlijk ook wel wat minder om zo laat te beginnen. Want je begint dan soms echt, bijvoorbeeld vandaag, 10:01. 2:55 beginnen we. Ja. En dan hebben we toch wel tot 20:55 les. Het maakt in principe niet uit, want voor de mensen die graag uitslapen is dat ook wel fijn. Ja, voor mij niet. Ik heb liever al van 9 tot 1 school, maar dat kan ook altijd veranderen. Je krijgt per semester ook een nieuw rooster, dus... Ja, het is altijd maar voor even. Ja, precies. Ja. Mochten er natuurlijk nog meer vragen zijn, dan kunnen jullie altijd even contact opnemen met school. Of even met in de comments zetten. Ja, of jullie nog andere vragen hebben. En dan zullen wij die sowieso beantwoorden. Ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Ja, we zien jullie graag. Op Fontys. Doei! Doei!